Mevrouw, ja. Koopzondag. Ja, wat vindt u daarvan? Helemaal top. Invoeren die handel. Waarom? Waarom? Nou, wij vervelen ons vaak. Nou, vaak. Nu moet je er een eind voor rijden. En in het kader van het milieu kunnen de winkels beter hier open. Dan hoef je ook niet de auto te pakken om weg te gaan. Precies, ook dat. En je bent als gezin samen. We zijn allebei vrij. Kan je eens een keer gezellig als gezin winkelen. 10 juni, gaat u stemmen? Ik ga stemmen. Nou, in eerste instantie vind ik het voor het personeel wat moet werken op zondag, ben ik tegen. Dat is nergens voor nodig, vind ik. Zaterdag is de tijd genoeg om boodschap te doen. Ook voor mensen die moeten werken waarschijnlijk. S'avonds zijn de winkels ook wat langer los, dus het is helemaal niet nodig. Ten tweede vind ik het wel heel erg lekker rustig op zondag, dat er geen winkels open zijn. Ja, ik hou al van een heel rustig dorp. Gaat u stemmen? Jawel. Ga ik wel stemmen? Ja, ik woon hier, dus ik ga stemmen. En ik woon ook nog aan de Dorpstraat, dus ik merk het ook meteen als er op zondag winkels open zijn. Dat vind ik gewoon niet prettig. Wat zou u ervan vinden als er koopzondag komen? Dat zou ik heel fijn vinden. Ja, heel gezellig. Dat is een beetje leven in de brouwerij. U komt hier vandaan? Ik kom hier niet vandaan, ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. En u woont hier nu? En ik woon in Lunteren, sinds een jaar of 10. Okay. En dat vind ik prima, maar zondags is het hier zo uitgestorven. Ik kan er niet aan wennen. Geen sport. Dit niet, dat niet. Nee. Ik ben helemaal voor. Gaat u stemmen? Ja. Mevrouw, de koopzondag. 10 juni mag u nu uit het stembureau. Wat vindt u van de koopzondag? Nou, voor mij hoeft het niet hoor. Waarom niet? Nou, ik zou zeggen, hou ze lekker gesloten. De hele week kunnen ze de boodschappen doen en laten de mensen lekker gaan fietsen of met de kinderen wat gaan doen of iets. Of niks. Gewoon gezellig. Maar dat zondag, je kunt de hele week de boodschappen halen. Nee, voor mij hoeft het niet. 10 juni kunt u naar het stembureau. Gaat u dat ook doen? Dat ligt eraan of ik kan, ja of nee. Misschien wel. Dan wel, ja. Als ik kan. Dan ga ik naar het stembureau. Ja. Dus ik vind het prima als ze zondags dicht zijn. Ze altijd zo geweest en ik vind het lekker. Ja? Oké. Okay. Bedankt. Dag. Dag. Doe maar daar. Dus dag. Dus daar. Nee? En ze denkt, dat is een raar ding. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Van vroeger mocht je niet fietsen. En nu fietst iedereen, want dan moesten ook naar mijn grootouders altijd lopend. Dus dit komt straks ook wel, dat iedereen dat winkels open gaan, volgens mij, over een paar jaar. En het maakt u nu eigenlijk niet zo heel veel uit, maar u denkt dat het eigenlijk ik niet meer te stoppen is? Ik zelf doe het niet, maar dat moet ieder voor zich weten. Oké, nou bedankt. Ja, tot ziens. Mevrouw, de koopzondag. Binnenkort mag de gemeente Ede stemmen over de koopzondag. Wat vindt u ervan? Ik ben het niet mee eens. Ik zou zeggen, gun mensen leuke andere dingen op zondag. Op allerlei gebied. Maar geen winkels open? Van mij mogen ze wegblijven, ja. Ik geloof niet dat er veel animo over is. Oké, dank u wel. Okay. 10 juni. Kunt u gaan stemmen over de koopzondag? Wat vindt u ervan? Ik vind het helemaal prima. Ik ga stemmen. U gaat stemmen en u vindt het prima? Ja. Waarom vindt u het prima? Ja, omdat het makkelijk staat. Als je iets nodig hebt, dan ga je naar iets kopen in de winkel. Ja. Nou, klinkt makkelijk. Bedankt. Ja, u ook bedankt. Meneer, de koopzondag, wat vindt u ervan? Helemaal geweldig. Dus? Koopzondag, ik ben ervoor. Had ik dit morgen kunnen doen in plaats van op een vrije zaterdag. Beter op een vrije zondag kunnen doen. Dus u gaat naar het stembureau op 10 juni? Absoluut. Voorstander. Open. Alle winkels open. Geld verdienen. Nederland wil geld verdienen. Economisch gaat het zo slecht. Iedere dag open. 7 dagen per week. Het liefst 24 uur. Maar dat kan helaas niet. Maar hou het maar gewoon op zondag. Perfect. Ik vind het fijn dat ik de gelegenheid heb om hier even mijn zegje te doen over de koopzondag. En ik denk dat heel veel inwoners en ondernemers in Lunteren het met elkaar eens zijn. Wij willen geen koopzondag. En ik denk ook dat dat niet zo snel zal gebeuren. In Ede en omliggende dorpen was er op zondag tot op heden ook een vredig en rustige sfeer. Echt door de jaren heen zijn er meer andere denkenden naar Ede gekomen. En ze komen uit de Randstad en op luide, verongelijkte, verwijtende toon eisen ze dat de winkels open moeten gaan op zondag om net als in vorige steden te kunnen winkelen. Bij de grote winkelketen staan ze te popelen om de deur open te doen, maar de bedrijfsleiders moeten dan werken en anders raken ze hun baan kwijt. En als ik denk aan de kleine zelfstandige ondernemer die al keihard 6 dagen in de week
werkt voor hem en zijn medewerkers, is de zondag als vrije dag brood nodig om tot rust te komen. Overigens ook heel goed bedacht door onze schepper. Maar ja, de meeste detailisten komen hier uit deze streek. Zijn autochtone mensen, ze zijn hier geboren en getogen. En andere ondernemers, grootwinkelbedrijven, die lokken dan wel de klanten van die kleine detailisten. En dat vind ik oneerlijke concurrentie.